Ja, wat gezellig, want we gaan over namelijk naar de talkshow. Zeker een van de meest waardevolle dingen is die kennisoverdracht. En heerlijk ook om nu met drie professionals door te mogen praten over onder andere die transitie en alle andere dingen die we in het onderwijs zijn tegengekomen. En dat doe ik met Arthur Mol, Wageningen University en Research, en met Anke Visser, wil ik naar voren vragen, van Graafschap College, en Jan Haarhuis van de Universiteit Utrecht. Ik ben tegenwoordig ook van de catering, dus ik ga alvast lekker wat water inschenken voor jullie. Arthur, jij zei, ik heb de transitieagenda ook al stevig bekeken. Waar vind je de tijd om los van al je werkzaamheden ook nog hier stevig mee bezig te zijn? Dat vraag ik me soms wel eens af. Nou ja, de klassieke antwoord is natuurlijk een kwestie van prioriteit. En ik denk inderdaad dat momenteel als onderwijsbestuurder zijn dit soort dingen onze prioriteit. Hier gaat het om de vernieuwing van de toekomst van het onderwijs. We zitten echt op een kruispunt. We hebben ook gevoeld wat het betekent om op een kruispunt te zitten met corona. Dus dat betekent dat daar vooral de tijd in moet gaan zitten ook. En is het dan zo dat, corona de aanleiding is geweest om nog steviger na te denken over vernieuwen? Of stonden we al redelijk op krakkemikkig fundament, Anke? Voor het Graafschap College denk ik dat we echt al wel een soort fundament aan het leggen waren. En dat corona wel geholpen heeft om dat een hele stap verder te helpen. Ja, want je bent sectordirecteur zorg en welzijn en sport, ja, bij het Graafschap College. En op welke manier was u dan al bezig met die transitie, om dat woord toch maar een aantal keer vandaag terug te laten komen? Ik ben naast sectordirecteur ook verantwoordelijk voor de hele onderwijs, innovatie met ICT binnen het ROC. En eigenlijk waren we, de systemen is één ding, maar we waren ook vooral bezig met professionalisering. Met hoe we mensen konden inspireren om anders te kijken naar hoe we het onderwijs dagelijks aanbieden. En het lijkt me lastig, denk ik, om iedereen mee te krijgen in deze transitie, hè? Of niet? Ja, iedereen is natuurlijk altijd lastig, maar het grootste deel zou mooi zijn. En mooi. Ja, dus ik denk dat het delen van goede voorbeelden en het delen van succesverhalen daarbij altijd helpt. En we hebben heel veel geïnvesteerd in het bieden van mooie voorbeelden en die echt uitlichten met filmpjes, met verhalen, met persoonlijk contact daarover. Ja, dat helpt wel om mensen een volgende stap te laten zetten. En ook zelf toe te geven dat niet altijd alles in één keer lukt, maar gewoon ook je kwetsbaarheid erin te laten zien. Ja. Jan Haarhuis, manager innovatie strategisch onderwijs, strategische onderwijsallianties bij de Universiteit Utrecht. Wat houdt dat in? Hele mond vol. Ik hou me op dit moment bezig met de samenwerking in Europees verband, opzetten van de Europese Universiteit, CharmU, waarin we ook veel aan onderwijsinnovatie proberen te doen. En ik hou me bezig met de alliantie in Nederland, Wageningen, Eindhoven, Universiteit Utrecht en het UMCU, om ook daarin te zoeken naar onderwijsvernieuwing, onderwijsinnovatie en tegelijkertijd ook te zorgen dat ons huidige onderwijs ook beter en makkelijker beschikbaar wordt gemaakt voor alle studenten, in ieder geval van onze instellingen, maar ook daar ook breder. Ja, en we gaan zo kijken naar een filmpje. Dat doen we, dat was, omdat het vooral schakelen was voor zowel de studenten als docenten vanaf maart 2020, zo anderhalf jaar, twee jaar verder, om van in één keer van, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een workshop gaf aan een hele grote groep mensen en de volgende dag was het bam, dicht op slot en moest ineens van alles veranderen. Dat was heel lastig. Hoe ga je toetsen inrichten? Hoe ga je lessen verzorgen? Hoe ga je aanwezigheid toetsen? Camera's, mogen die aan? Privacy en dat soort zaken. En daarvoor gaan we nu kijken naar het eerste filmpje. Ja, voor mij persoonlijk was corona qua reistijd die wegviel echt een verademing. Waar de deuren sloten gingen en ramen open, zeg maar. Want door corona heb ik dus vakken kunnen volgen aan universiteiten die per trein echt heel ver weg geweest zouden zijn. En via Zoom ging dat prima en ging het eigenlijk heel erg leuk. En werd er supergoed rekening mee gehouden dat ik... dat ik daar als blinde student mee wilde komen doen. Ja, dus ik vond het wat dat betreft veranderde eigenlijk niet zo heel erg veel voor mij. Ik keek nog steeds de colleges online. Er was bij de meeste vakken was altijd wel een werkgroep. Nou ja, goed, die werkt dan ook online. Dat was dan natuurlijk wel een beetje jammer. Want ik merkte eigenlijk toen ook wel al dat als ik wel op de universiteit aanwezig was,
dat ik er veel meer energie uit haalde dan als ik er niet was. En dat merk ik nu nog veel meer, nu het eindelijk weer kan. Maar over het algemeen vond ik het prima. Het was in het begin ook heel veel gewoon logistiek van, nou de, dus je moest gewoon, we hebben gewoon een medium gekozen van zo gaan we online onderwijs geven. En dat was eigenlijk nog niet helemaal besloten door de universiteit, maar wij dachten wel van ja, wij willen die maandag willen wij gewoon starten, dus dat hebben we gewoon gedaan. En eigenlijk de meeste docenten gevraagd van goh, willen jullie online onderwijs geven, maar ook als een soort van als jullie allemaal kennisclubs gemaakt. Zeg maar, als om direct te kijken van waar zouden we bijvoorbeeld een kennisclub kunnen inzetten. Of we hebben ook de studenten gevraagd in het begin om kennisclubs te maken. Dus om ze gewoon actief bij het onderwijs te betrekken. Want dat was natuurlijk wel een van de grote, naast dat de actualiteit denk ik super mooi was, was de grootste uitdaging natuurlijk van hoe gaan we dit met elkaar, met de studenten samen doen, die ineens thuis zitten. We hebben geluisterd naar en gekeken naar Christina, naar Janik en Ariane. En zoals we te zien, Christina die, is blind en afgestudeerd en werkt fulltime op een advocatenkantoor. Janik heeft zijn bachelor afgerond en doet nu een master. En Ariana is docent farmacie aan de Universiteit Leiden en was een van de 4 genomineerden van onderwijs, dus onderwijzer of docent van het jaar. Bij de Wageningen University, maar geldt ook voor de Graafschap College, waren jullie ook al voor die crisis stevig bezig. En tegelijkertijd, de crisis kwam en wam, jullie waren, denk volgens mij was het Graafschap College, waarbij jullie een weekend meteen al bezig waren en op dinsdag meteen aan de bak konden. Hoe kon dat zo snel bij jullie? Ja, ik denk doordat we een aantal dingen al in gang hadden gezet. En ook, misschien is het mbo wel echt hands-on, ook in die opzichten. Dus gewoon schouders eronder, we gaan ervoor. En we hebben inderdaad zaterdag, de persconferentie was volgens mij zondag, maar zaterdag dachten we, ja, de kans is heel groot dat. Dus we gaan alles voorbereiden en iedereen een soort snelcursus geven van hoe log je in op Teams voor de mensen die dat nog niet zitten. Zit hij dan ook net als Jet achter het scherm met een bordje pasta om alvast op te schrijven wat waarschijnlijk de maatregelen ja, worden? Ja, dat was heel erg herkenbaar. Nog een paar kinderen omheen. Ja. Ik zie u knieken, dat heeft u ook meegemaakt. Ja, dat klopt. Dat was inderdaad de wekelijkse kost. En ik weet nog dat we hadden een crisismanagement team, waarschijnlijk in elke organisatie. En dat heeft een tijdje gefunctioneerd en we hebben een half jaar later hebben we geëvalueerd hoe dat nou functioneert. En een van die vragen bij de evaluatie was, hoe lang heeft dat crisismanagement team nou gefunctioneerd? En bijna iedereen die erin zat, zei van nou, 2,5, 3 maanden. Dat was maar 2,5 week, maar dat was zo intensief, dus dat blijft je echt bereiken. En het was inderdaad voor de tv zitten en meeschrijven en direct communiceren. Alsmaar communiceren, dat was eigenlijk onze strategie. Ja. Nou, ik wou net zeggen, het is allemaal zo snel gegaan. Tegelijkertijd voelt het allemaal zo ver weg en lijkt het allemaal zo lang te duren. Heeft u niet soms de angst dat we straks helemaal opgebrand zijn als we die crisis uitkomen? Of denkt u, nou, we zijn zo meteen wel klaar en dan kunnen we gewoon door? Nou, kijk wat er aan het gebeuren is. Wat we hadden, zeg maar, het voorjaar zeg maar, van 2020, dat was echt, zeg maar, we gaan er met z'n allen voor. En je zag inderdaad op een gegeven moment, na 3-4 maanden, waren mensen er inderdaad klaar mee. Die zomer, weet ik nog goed, ze hebben ook gezegd van mensen afschakelen, vakantie nemen, want dit gaat niet goed. Je zag wel, zeg maar, in het tweede jaar van de coronacrisis, dat mensen er beter op ingesteld werden. En dat hebben we ook echt proberen te doen. Dus zeg maar veel meer vertrouwen geven aan docenten. Veel minder proberen in detail te regelen. Want docenten werden daar gewoon heel erg moe van. En veel meer luisteren naar wat docenten nou eigenlijk willen en kunnen. En, betekent dat dan in dialoog met die leerkrachten? Ja, veel meer. En met de studenten natuurlijk. Ook heel goed luisteren naar de studenten. En dan zie je, zeg maar, dan ontstaat er weer een nieuw evenwicht. Niet altijd het meeste wat je echt wil, maar wel zeg maar behapbaar en wat langer mogelijk is om vol te houden in zo'n crisis. Jan, jullie zijn al de afgelopen 6 jaar bezig bij de Universiteit Utrecht met die innovaties. En wat betekent het dat dan ook dat die overstap voor jullie zo van was, goede aanleiding, let's go? Of was het voor jullie ook al heel erg lastig? We zijn inderdaad al in 2014 begonnen met digitalisering. En veranderen van het onderwijs, maar dat is een ingewikkeld proces. En eigenlijk zijn we veel meer bezig geweest met organisatiecultuurverandering. Want dat is het nog veel meer dan de onderwijsverandering. Betekent ook dat je begint met innovators, early adopters. En vanuit onze bestuur- en organisatiewetenschappen, want daar ben ik in eerste instantie naartoe gegaan van hoe gaan we dit aanpakken, dat is naar docenten toe. Luisteren naar de docent, wat wil de docent en de docent faciliteren. En dat betekent niet meteen de hele groep. Dat betekent
De eerste groep van innovators en early adopters, die komt vanzelf wel naar je toe. Maar hen faciliteren, dus het is een bottom-up approach. En wat heel belangrijk is, top-down support. Je hebt support nodig van het college van bestuur. Je hebt support nodig van de decanen van faculteiten. Maar je moet het heel dicht bij de docenten brengen. Dus we hebben de faculteiten bezocht en we hebben binnen de faculteiten een netwerk gecreëerd van support en ondersteuning. Tegelijkertijd, dat is met name binnen universiteiten, maar ik weet niet hoe dat bij andere instellingen is, maar daar weet ik het in ieder geval. Als een docent iets wil veranderen en je gaat hem helpen, dat is dan 6 weken voordat het onderwijs start. Want dan begint hij namelijk met de voorbereiding van zijn nieuwe onderwijs. Dus het betekent ook supersnel reageren. En dat kan alleen maar als je een goede integrale samenwerking hebt tussen onderwijs, want het doel is kwaliteit van onderwijs verbeteren, en een hele nauwe samenwerking hebt met ICT-organisatie, facilitair servicecenter. En dat heeft wel in het begin tijd gekost om ook elkaar te kunnen verstaan en te begrijpen. Dus de communicatie tussen die verschillende directies is belangrijk. En dat is veel tijd investeren. Maar dat heeft uiteindelijk geleid tot een proces van voorbereiden, docentprofessionalisering opzetten, support organiseren. En tegelijkertijd, we zitten hier natuurlijk allemaal niet voor niets, omdat we iets met die innovatie hebben. We zijn ook allemaal mensen. Hebben we soms ook wel eens het gevoel dat we zo erg met innovatie bezig zijn, dat we soms vergeten waarom we het eigenlijk doen? Hoe houden jullie dat scherp, Anke, als ik het jou mag vragen? Hoe hou je steeds scherp waarvoor je het eigenlijk doet? Ja, ik heb toch eigenlijk altijd bij beslissingen of onderwerpen die we ter tafel hebben voor ogen van wat heeft de student hier nou aan? Hmm. En hoe vertalen we dat nu in de dagelijkse praktijk van de docenten in de klas of met een groep mensen aan het leren? Als ik dat niet kan uitleggen, dan moet ik het niet doen, volgens mij. Nee, en dat is soms nog wel eens lastig, want die vraag die stel ik, omdat we nu zitten toevallig in de commissie voor de NPO, en gaat over een NPO-gelden, het Nationaal Programma Onderwijs, die 8,5 miljard. En een van de dingen was zo snel mogelijk, zoveel mogelijk laptops bij die kids thuis en allemaal wifi. Zorg ervoor dat er namelijk komt, dan komt het allemaal uiteindelijk wel goed. Nou, nu blijkt uit onderzoek dat heel veel kids die in ieder geval een laag sociaal-economische status hebben, dat die uiteindelijk nog wel minder gingen doen. Dus die kregen uiteindelijk wel de spullen, maar die hadden uiteindelijk niet de kennis en know-how. Hoe zorg je ervoor als mbo-instelling en als bestuur dat los van die laptop en los van wifi ook die kennis er ook komt? Ja, volgens mij is dat toch ook altijd wel dat persoonlijke contact. Dus de telefoon pakken, mensen bellen. Hé, ik mis je. Hoe is het met je? Lukt het allemaal? Ik zie dat je er niet was. Hoe kan ik je helpen? Ja, die kleine menselijke interactie blijft altijd belangrijk bij elke verandering of vernieuwing. Jij wilt nog iets zeggen? Ja. Nou ja, dat klopt helemaal. Zeg maar, het blijven schakelen zeg maar, tussen inderdaad top-down en zeg maar bottom-up. En ook als, nou, dat geldt dan voor mij, zeg maar, als bestuurder, niet daarboven blijven hangen. Dus constant inderdaad in gesprek met docenten, met studenten blijven, zeg maar, en kijken hoe dingen landen. En af en toe moet je inderdaad dingen centraal doen, top-down. Maar dan constant blijven monitoren en in gesprek blijven van werkt dit, gaat dit. En soms moet je ook echt terugkeren op je schreden. Wat was de grootste uitdaging voor u in die ene transitie? In die afgelopen anderhalf jaar, wat was uw grootste uitdaging? Ja, eigenlijk toch mensen gemotiveerd houden. En in het begin gaat dat wel, want dan is er een soort samen staan we ervoor mentaliteit de eerste paar weken. Maar daarna is het bikkelen ook. En dan toch mensen gemotiveerd houden en constant mensen opzoeken en dat contact houden. Ja, nou, we weten het allemaal nog, via een screen is dat niet altijd makkelijk. Nee. En dat vond ik echt, ook als bestuurder persoonlijk, vond ik dat echt heel erg ingewikkeld. De voeling houden met je organisatie. Ik ben iemand die heel veel, precies wat jij zegt, in contact blijft en met mensen praat en mensen opzoekt. Ja, en via zo'n scherm is dat heel moeilijk om de thermometer constant in je organisatie van hoe vallen nou dingen? Ja. Waar hebben mensen behoefte aan? En ik wil de zaal ook een klein beetje betrekken. Ik zou willen vragen voor de mensen die lesgegeven hebben of zich in ieder geval bezighouden met het lesgeven online. Hoe heeft u er intern voor gezorgd dat u dat contact kunt maken? We gaan daarvoor eerst kijken naar het volgende filmpje, wat heel erg gaat over dat er een worsteling is tussen fysiek lesgeven en online lesgeven. Wat is de waarde van het een en wat is de kracht van het ander? Alleen een hoorcollege zonder interactie, dat is niks.
Ik merkte heel goed de contrast tussen de twee vakken die ik nu heb gehad. Het ene vak was van een docent, die vond ik ook geweldig, topman. Maar die had heel veel interactie in de colleges, zelfs in online colleges. Heel veel breakout rooms en dan discussies gewoon open met de hele groep, terwijl er 200 mensen waren. Dat is toch best wel veel. En het andere college die heeft dat dan nu bijna niet. Eigenlijk is er dus een hobbel weggenomen doordat je dus niet... Ja, je kon er komen en je kon erin komen bij de universiteiten. Waarbij het natuurlijk wel zaak was dat je ook in de portalen waar het online en digitaal aangeboden werd... Dat je daar wel in kon met je, nou in mijn geval met mijn brailleesregel en met mijn schermleessoftware... Die de vertaalslag maakt van wat er op het computerscherm komt of van mijn iPhone naar tekst in braille. En ik denk eigenlijk dat het ook wel eens heel goed was. Omdat Rooster gewoon dus echt even met een vergrootglas onder de loep te nemen. En te denken van, hey, is het eigenlijk allemaal wel nodig wat we hier aan het doen zijn? Moeten we hier wel een hoorcollege geven? Kunnen we hier niet net zo goed een kennisclip bijvoorbeeld aanbieden voor de theorie? En dan de tijd gebruiken met elkaar om te zeggen van, hey, nou, hier gaan we met elkaar activerend onderwijs neerzetten. Dus echt meer bijvoorbeeld, nou ja, dus een videopodcast laten maken door studenten. Of een kennisclip laten maken. Nou, op een gegeven moment had ik volgens mij ook gewoon quizjes bedacht. En nou ja, je kan allerlei vormen bedenken, denk ik. Maar dat standaard, zeg maar, van hoorcollege, werkcollege, dat is natuurlijk een beetje de vraag of dat uiteindelijk nou ja, ook tot het beste, kwalitatief beste onderwijs leidt. En ik denk wel dat dat COVID ons heel erg heeft gebracht. En dan gaan we nu kijken naar de uitdagingen waar we nu heel erg tegenaan lopen. Want het blijft een worsteling. Hè? Dan zitten we, wanneer was het? Was het afgelopen dinsdag? Vorige week dinsdag, waar we aan het luisteren waren naar de persconferentie. Benieuwd naar wat gaan we nou eigenlijk doen en hoe gaat ons onderwijs er eigenlijk uitzien. Jan, wat is de grootste uitdaging waar jullie nu tegenaan lopen? Nou, ik denk dat het belangrijk is om erachter te komen wat moet er beklijven en hoe gaan we dat dan organiseren. Want er is ook wel een neiging om terug te gaan naar voor corona en eigenlijk helemaal terug. Maar ik denk dat we wel moeten leren van datgene wat corona gebracht heeft en wat er misschien ook daarvoor al ontwikkeld was. Hoe kun je zorgen dat het goede beklijft en het minder goede, hè, dus ja, wel weer terug naar fysiek contact, maar hoe kun je de balans vinden tussen de goede blend maken, wat volgens mij Jet ook al aangaf in het begin, hoe zorg je daarvoor? En dat is denk ik een belangrijke uitdaging en daar hebben we ook onderzoek voor nodig. We moeten dus ook onderzoeken wat zijn de effecten van die blend en hoe kunnen we erachter komen wat goed is. En dan heb je een grote mate van diversiteit in docenten en studenten. Dus het is niet one size fits all. Het is een mix. En voor de een is dit goed en voor de ander dat goed. En betekent dat bij dus blended learning, hè, dus betekent dat nou ook, zeker als ik naar bijvoorbeeld Graafschap College kijk, nou dat betekent zorg, dat betekent sport, dat betekent elektrotechniek, bouw, whatever. Van alles en nog wat hebben we binnen het mbo een enorme rijkdom. De motor van de economie, zeg ik dan maar even. Biased. Is dat, als je daarnaar kijkt, lijkt het me oh zo lastig als bestuur om te zeggen, ja, hoe ga ik in hemelsnaam beleid maken waarbij ik iedereen recht doe? Ja, ik denk dat het in elke organisatie lastig is. maar volgens mij hebben we echt een uitdaging met elkaar om het oude denken wat er al heel lang is over hoe het onderwijs er zo moet zien. Volgens mij lopen er allemaal dagelijks tegenaan. Mensen hebben zelf een beeld van hoe ze ooit onderwijs hebben gehad. Want zo zou het moeten zijn. En volgens mij is het echt de tijd om juist, ook voor die mbo'ers als motor van de samenleving, werkt dat systeem heel vaak niet. We moeten iets anders doen. En daar biedt deze... Ja, ervaring van corona, echt wel kansen voor. Hè? Van in de horeca dachten we altijd dat je in de keuken moest staan en dingen voor moest doen. Nou, onze docenten zijn ingeslaagd om hele mooie kennisclips te maken. En we leverden boxen uit bij de deur van de horecaopleiding. En dan konden ze koken voor hun familie. Nou, dat deed enorm veel voor de, hè, ook je gevoel van eigenwaarde. Dat zou ik niet zo graag weer terug willen. Hè? Dat we het allemaal weer in de klas maken. En vervolgens denken, ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? We gaan zo kijken naar wat we proberen te behouden. Arthur, als je zou kijken naar, als je de graadmeter in de Wageningen University zou stoppen. En misschien nog wel alle andere plekken waar u komt, want u komt op een hoop plekken.
Wat is het gevoel nu? Wil het grootste deel terug, zo snel mogelijk naar fysiek, ik wil zo snel mogelijk vergeten wat er gebeurd is. Of wil het grootste deel daar naartoe terug? Wat is ongeveer als je de graadmeter erin zou stoppen? Nou, ik denk dat Jan het goed verwoordde. De common denominator is wel dat we allemaal vinden, zeg maar, we hebben iets meegekregen van die coronacrisis. We hebben iets geleerd, wat blijkbaar kan. Daar willen we iets van behouden. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat er een aantal dingen missen daarbij. De combinatie daarvan en hoe we dat doen. En dat wil ik dan ook nog verbinden, want inderdaad, de grootste uitdagingen, daar vroeg je ook nog even naar. Ja, dan pak ik toch even deze weer bij van Dirk. Ik denk, de grootste uitdaging is toch dat we heel erg aan het zoeken zijn van waar gaan we naartoe bewegen. Dus wat is inderdaad het perspectief waar we... We hebben allemaal dingen geëxperimenteerd en we zijn ook nog met een aantal andere dingen bezig. Die versnellingsagenda hebben we al 3,5 jaar nou zijn we mee bezig. Of 2,5 jaar, sorry, iets te snel ga ik. Maar hoe past dat nou in het grotere verhaal? En als we dat grotere verhaal ook iets meer zicht krijgen, dan weten we ook wat we willen behouden en wat we niet willen behouden. Ja, en het gesprek daarover en de discussie over, want er is niet altijd overeenstemming over. Ja, dat vind ik echt de grote punt waar we nu voor staan. Betekent dat grote clipboards online met allerlei flip-overs daarop, met hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Niet bang dat dan die onderwijzers op een gegeven moment helemaal gek worden. Dus denk je, ja, maar hier heb ik niet voor gekozen. Nou ja, je moet inderdaad, zeg maar, en ik denk dat is ook wel een taak voor bestuurders, maar niet losgezongen, een stap even terugnemen en denken van, wat ging er eigenlijk mis met ons onderwijssysteem zoals we dat hadden? Wat hebben we gezien wat er allemaal ook nog mogelijk is in coronatijden? En wat voor nieuwe dingen moeten we nou eigenlijk gaan entemeren? En hoe zien we dan de horizon van het nieuwe onderwijssysteem? Ja, dat vind ik wel echt interessant. Ik ben ook benieuwd naar de mensen in de zaal. Zijn er mensen die zeggen, nou ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik wil zo snel mogelijk terug naar fysiek. Zijn er mensen die dat vinden? Zijn er mensen die zeggen, ik wil het online zoveel mogelijk behouden? Is er iemand van de mix? Dan moet iemand zijn hand opsteken van de mix. Een grootste uitdaging voor jullie jongens, voor degene die nu net zijn hand opstaken. Wie durft er even zijn grootste uitdaging, misschien wel zijn grootste uitdagende les, daardoor te delen met ons? Dus uitdaging, of daar iemand? Even je naam te willen delen. En als je zegt van, nou, ik wil liever niet vertellen waar ik lesgeef, dan hoeft dat niet. Maar nee, dat is prima hoor. Ja. Mijn naam is Olaf Wouters, ik ben docent bij de Hans Hogeschool, bij de laboratoriumopleiding. Sorry. Laboratoriumopleiding. Wat ik merkte is dat de interactie tussen mijzelf en de studenten, dat nog best wel redelijk ging. Maar je mist gewoon een interactie tussen studenten. En dat is heel moeilijk om dat online goed neer te zetten, want we gingen wel uit elkaar in kleine groepjes, maar je merkt gewoon dat studenten afhaken. Hmm. Ze hebben elkaar nodig, ze willen een interactie zonder dat de docent daar bovenop zit. Ja. En dat wat normaal altijd in die bibliotheek of in de kantine gebeurde. Even, ja, precies. Ook het informele. En dat ze elkaar een beetje kunnen helpen. En online heb je toch het gevoel dat er altijd iemand meeluistert. Ja. Hm. Hebben meer mensen dit gevoel ook? Ja? En zijn er ook mensen... Heb je uiteindelijk een oplossing kunnen vinden voor het geheel? Ja, mag de microfoon nog even... Oh, daar komt iemand van achter. Ja, kijk eens. Helemaal corona-proof. Zou je willen staan voor ons? Sorry, ja. Als het kan. Ja, kijk. Ik heb niet natuurlijk gelijk de oplossing, maar een probleem waar ik wel heb, is inderdaad die interactie tussen studenten is inderdaad een probleem waar we wat mee moeten. En we zijn natuurlijk op zoek naar wat werkt er nou online en wat werkt er nou fysiek? En wat we dan fysiek doen, wat is het dan, waarom dat dan zo goed werkte? En als we dat dan individueel doen, leuk en aardig, maar het gaat natuurlijk om het hele team. Hmm. Je moet als team docenten moet je dezelfde soort afwegingen gaan maken met elkaar, zodat de docenten van de ene vak naar het andere vak niet compleet in een nieuwe wereld terechtkomen. Want dan wordt het ook daar chaos. Ja, dat vind ik inderdaad een mooie opmerking. Jan, als je daarnaar luistert, hè, dat het natuurlijk ook zo is dat je bent individueel leerkracht, maar tegelijkertijd ben je leerkracht in een onderwijsteam. Dat krijg je soms te maken met dat Piet zegt, nou ja, ik wil zoveel mogelijk weer online en ik wil kennisclips gaan doen. En dat Ahmed bijvoorbeeld zegt, nou ja, ik wil liever gewoon weer fysiek contact hebben. Hoe los je dat op?
Ik denk dat je goed moet luisteren naar het team en dat je het team moet faciliteren op daar waar zij behoefte aan hebben. En de ene docent is fantastisch goed in het inspireren van studenten in een collegezaal, terwijl de andere veel beter in staat is om online in groepen en breakout groepen, omdat hij namelijk dat beheerst. En ik denk dat we ook moeten leren van die vernieuwingsslag. Ik snap dat het ingewikkeld is voor docenten, voor studenten en de studenten elkaar ook willen ontmoeten. Mm. Dat was natuurlijk in die lockdown nog veel ingewikkelder, omdat ook het maatschappelijk leven stil lag, waardoor studenten elkaar minder snel konden ontmoeten. Maar ik denk dat als instellingen we moeten zoeken naar het aanbieden van faciliteiten om die verschillende modaliteiten mogelijk te maken. Dus binnen onze universiteit zijn we op allerlei plekken bezig met het inrichten van hybride onderwijsruimtes, waardoor je de mogelijkheid biedt om het te kunnen doen. Dus die docent die daar gebruik van wil maken, kan er gebruik van maken. Als je dat niet wil, hoeft het niet. Maar geef die ruimte en de vrijheid aan docenten om daarmee te experimenteren, te onderzoeken. En deel die kennis en ervaringen. En wat ik merk in zeg maar, het hoger onderwijs in Nederland, dat er heel veel kennis en informatie gedeeld wordt. En het SURF ook een heel belangrijke rol daarin speelt om dat mogelijk te maken. Maar dat dat heel belangrijk is, deel die kennis en maak er gebruik van. En er zitten hier een aantal bestuurders aan tafel. Zijn er ook bestuurders in de zaal aanwezig? Zouden die een hand op willen steken? Zijn er onderwijsmanagers in de zaal? Zijn er docenten in de zaal? Ja. Yeah. Vooral de docenten. Ook de vraag daar ook over, hè, want Jet, jij was toen ik op In Holland zat in Rotterdam, de voorzitter van het college van bestuur. Een hele hands-on en tegelijkertijd iemand die ook gewoon op in het gebouw zou kunnen tegenkomen. Jullie hebben het ook heel erg over soms even een stapje naar achter om wat los te kunnen laten. Hoe hou je toch als je zegt, nou ja, we moeten die leerkrachten het zelf laten ontdekken, de krachten van het laten ontdekken, daarin eigenlijk een stapje terugnemen. Hoe hou je toch grip op de situatie, Arthur? Hoe hou je grip op de... Ja, nou, dat vraag ik me al 20 jaar af. Zitten hier waarschijnlijk een aantal docenten die willen straks ook bestuurder worden. Nou ja, kijk, je moet ook vertrouwen hebben in je organisatie. En je moet ook niet proberen heel krampachtig, en daar ben ik het helemaal met Jan eens, als bestuurder proberen grip daarop te krijgen en het proberen allemaal te regelen. Dat deden wij in het begin in Wageningen University en daar zijn we echt ontzettend van teruggekomen. En dan moet je inderdaad gewoon het vertrouwen weer teruggeven aan de docent en zeggen van, de docent is een professional. Die weet best hoe die dat kan regelen, maar je moet hem wel zo goed mogelijk ondersteunen. En uiteindelijk moet je natuurlijk een aantal kaders neerzetten, een aantal dingen moeten we gemeenschappelijk doen. Maar ik ben er echt wel van overtuigd dat we zoveel mogelijk zeg maar, de professional aan het stuur moeten laten. En dus zo weinig mogelijk proberen als bestuurder, ja, daar heel krampachtig daar één richting uit te werken. Te bewegen. Ik ben er nog nooit in geslaagd in een professionele organisatie om enige grip te krijgen. En ik hoor u zeggen, gelukkig maar. Nou ja, ik denk dat het kenmerk van een professionele organisatie. En dat is ook goed, denk ik. Ja, geldt dat voor Graafschap College IDEM? Nou, ik denk inderdaad dat grip krijgen op zo'n organisatie. De vraag is of je dat zou moeten willen. Hmm. Maar we hebben bijvoorbeeld wel, we proberen wel steeds een soort inspiratierichtlijn te geven. We hebben ook gekozen om niet volledig naar fysiek onderwijs terug te gaan. Maar we hebben gezegd 20% van ons onderwijs blijft online in het mbo. Ja, dan wordt dat heel snel vertaald als ja, dat betekent dus al het Nederlands en rekenen moet online. Ja, nee, dus niet. Hè. Vandaar moet je juist ook kijken wat past bij de mensen die in het team zitten, waar voelen die zich snak bij, welke groep heb je voor je. En dat is volgens mij aan de professionals, dat is niet aan ons om daar uitspraken over te doen. We gaan nu kijken naar het laatste filmpje en het laatste onderdeel van de talkshow en dat gaat heel erg over wat kunnen we behouden. Maar het is zo leuk als het gedreven is door enthousiasme van docenten. En misschien ook mensen in hogere functies van geef ons allemaal een kans. En ook die zich voor 200% inzetten, want die willen zo graag. Maar misschien ook aan wat leerlingen gewoon fysiek vragen. Wat vond je hiervan, wat vond je daarvan, om daar een algemeen beeld van te krijgen, hoe je beter je vak in kan delen. Ik moet zeggen, het is me nooit gevraagd, fysiek.
Wat vond je van deze werkvorm? Wat vond je daarvan? Hoe zou dat beter moeten? Zeg maar, nu heb je natuurlijk het hele stuk blended. Er zijn natuurlijk heel veel hogescholen, universiteiten, allerlei diversiteiten in ieder geval, die zeg maar, eigenlijk wel de meeste willen aansturen op blended university. Alleen overal zit die docent eigenlijk als het ware, zit overal in. Die docent is eigenlijk overal nodig, maar die krijgt niet echt extra ruimte als het ware. Dus ik denk wel van, het komt, nu voelt het denk ik bij de meeste docenten, bij mij niet, want ik denk gewoon superleuk. Maar in ieder geval, het voelt bij de meeste docenten denk ik alsof dit er een soort van extra bij komt. Dus er komen eigenlijk heel veel nieuwe, denk ik, dingen die heel goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar ja, aan de ene kant zijn docenten die waarschijnlijk ook wel geschoold willen worden. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden hierin? En anderzijds ook gewoon de docenten die denken van, nou, ik heb vanuit de praktijk hierin ook een goed idee, maar ik heb gewoon niet de ruimte om dat verder uit te werken of te exploreren, zeg maar, of dat misschien in mijn onderwijs kan. De Tweede Kamer bemoeide zich op een gegeven moment ook met wat moeten we doen? Toch weer zoveel mogelijk naar fysiek onderwijs. 5 mbo-instellingen reageerden daar toen heel stevig op, waaronder de Graafschap College. Waarom denk je, Anke, dat de Kamer daar op die manier op reageerde? En waarom dachten jullie van, nou, hier moeten wij echt wel eventjes wat over zeggen? Ja, ik denk dat het ook een reactie was van, we moeten elkaar weer ontmoeten en de druk in de samenleving. Met dat beeld van, ja, onderwijs is altijd zo geweest. Ja, en wij dachten, dit is een kans om het anders te gaan doen. We hebben zo, natuurlijk was het een hele ingewikkelde tijd en was er veel wat opeens anders moest en wat ook niet allemaal in één keer lukte. Maar het is ook zonde om dat allemaal weer in de prullenbak te gooien en te denken, nou jongens, we doen weer alsof het alsof er niks gebeurd was. Dat vonden we zo tegen de natuur in en ook zonde van alle inspanningen die we met elkaar gedaan hadden. En de groep mensen die we eerst niet bereikten en nu wel bereikten, die moet je ook behouden. Daar moet je ook voor blijven werken. Dus, ja. Ja. En ik merk ook, ik help heel veel scholen bij zeker als het gaat om mediawijsheid, dat ze kwetsbaarder zijn. Leerkrachten zijn kwetsbaarder, in positieve zin. Hè, dat ze, die opmerking die krijg ik zo vaak terug, dat studenten zeggen, eindelijk vraagt mijn leerkracht aan mij, wat vond je van deze werkvorm? Lukte die en paste die goed en voelde je aangesproken? En dat had ik in de fysieke omgeving niet, want toen dacht de leerkracht misschien wel van, dat lukt me en dat kan ik. Hoe krijg je, Jan, zoveel mogelijk leerkrachten mee in die transitie? Hoe krijgen we zoveel mogelijk leerkrachten daarin mee? Want er zijn ook leerkrachten. Ik heb Ed is een hele lieve collega van mij, om maar eventjes de onbewuste vooroordelen hun werk te laten doen, hè, ideaal typische situaties te creëren. Ed is wat ouder, Ed heeft helemaal geen zin in al dat digitale gedoe. Maar soms moet hij, want als we weer op slot gaan, dan moet het. Hoe krijgen we iedereen zoveel mogelijk mee? Of is het utopisch om te denken dat iedereen meekrijgt? Dat is denk ik sowieso. Maar ik denk dat... Dat was voor de corona al binnen onze universiteit, als we bezig waren met digitalisering, verandering, die transitie, dat er docenten waren en de meeste docenten bij ons zijn ook onderzoeker. Het is de vraag van waarom en waar is hier de bewijslast? Dus je zult iets moeten doen aan onderzoek, je zult iets moeten laten zien wat vernieuwing betekent voor de kwaliteit van onderwijs. Want uiteindelijk gaat het doel is de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dus je moet onderzoek doen, je moet bewijslast verzamelen. En tegelijkertijd zien we dat er heel veel technologie, software van start-up en scale-ups ontwikkeld wordt. Vaak ook vanuit instellingen, vanuit hogere instellingen, universiteiten, hogescholen, mbo. Daar ontstaan ook die start-ups en scale-ups uit. En ik denk dat die ook geleerd hebben om data te verzamelen. En ook via onderzoek te laten zien wat de bijdrage is van die technologie voor de kwaliteit van het onderwijs. Dus daar moet je ook gezamenlijk optrekken als instellingen met bedrijven en zorgen dat je die
dat je dat onderzoek op een zorgvuldige manier doet. Constant in de gaten houden waarom je doet, wat je doet, wat daar uiteindelijk ook de lessen uit te leren zijn. Voor al die bestuurders die nu vandaag niet hier aanwezig zijn, maar die waarschijnlijk vanuit de livestream met ons meekijken. Arthur, hoe borg je die lessen? Is het dan zo dat even ook gewoon voor mij, om het ook echt een beetje beeldend te krijgen, waar sla je dat op? Waar schrijf je die geleerde lessen? Of schrijf je het überhaupt op? Of blijft dat alleen bij een gesprek? Of heb je daar een afdeling voor die zich daarmee bezighoudt? Nou ja, we hebben natuurlijk een afdeling onderwijsinnovatie, waar een aantal dingen gebeuren. Maar dat is te veel top-down. Dus je moet ook zeg maar, die dingen echt peer-to-peer naar de docenten brengen. Dus nou ja, zoals dit soort dingen. Hè, maar dan voor onze docenten hebben we ook een onderwijsdag waar uitwisseling plaatsvindt en waar dingen ook weer geborgd worden en door worden gegeven. Via nieuwsbrieven, via dichte ondersteuning bij de docenten. Dus niet zeg maar, op centraal niveau zeg maar, naar de individuele docent, maar daar echt lager tussen bouwen. Dat zijn toch de manieren waarop je ze meekrijgt. En ook steeds meer, nou, volgens mij zei jij dat ook, Jan. Denk in teams, zeg maar. Bedoel, die oude docent, die gaat zich niet meer verdiepen in al die nieuwe digitale technologieën. Maar die kan wel heel goed samenwerken met een aantal andere mensen die dat wel heel leuk vinden. Jongere mensen of ook oudere mensen die dat wel kunnen. Dat kan natuurlijk ook. Zelfs ik kan het af en toe. boven de 60 ook nog. En dan kan het ook werken. En zeg maar, teams zijn natuurlijk ook borgingsmechanismen. Waarbij er, als er iemand vertrekt, zeg maar, dan wordt het ook vastgehouden. Ja. Dus dat zijn ook manieren om dat te doen. Wie gaat er, Anke, bij jullie over die innovatie? Wie doet dat? Zijn dat echt de leerkrachten? Wie slaan dit op? Wie houden dit in de gaten? We hebben een aantal innovatiemedewerkers en iCoaches die vooral voor de digitalisering natuurlijk belangrijk zijn in de teams, zo dichtbij mogelijk georganiseerd. En daarnaast, en dan bouwt dat zo op naar boven en uiteindelijk ben ik dan diegene die dat voor het onderwijsstuk in de gaten houdt. En is dat voor jullie allemaal practice what you preach? Is het vergaderen voor jullie ook zoveel mogelijk nu ook weer online? Is dat voor jullie ook zo? Of zeg je van, I've got cravings om weer fysiek te komen? Als ik even kijk, zeg maar, vergeleken van voor corona, is het echt veel meer online. Dus ik denk dat ik inderdaad 3/4 van mijn tijd achter het scherm zit, ja. Ja. Ik wil mijn tafelgasten, Jan, Anke, Arthur, enorm bedanken voor jullie inzichten. Ik wil de mensen van het filmpje, Ariana, Janik en Christina, enorm bedanken voor hun filmpje. En bedankt voor jullie kennis. Graag gedaan.